De partij Doe heeft zich gedistanceerd van de resolutie op basis van artikel 148 van de grondwet, geslagen door president Desi Bouterse. In de resolutie worden bevelen gegeven aan de procureur-generaal om het 8 december strafproces onmiddellijk te beëindigen. In een gisteren uitgegeven verklaring geeft Doe aan niet overtuigd te zijn van de argumenten die hebben geleid tot het presidentieel besluit van 29 juni om artikel 148 van de grondwet in werking te stellen. Bovendien, zegt de partij, is gebleken dat delen uit de samenleving het besluit ervaren als de zoveelste poging tot inmenging in de rechtszaak met betrekking tot de gebeurtenissen rond 8 december 1982. Ook is Doe bij het nemen van die beslissing niet gekend. Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos heeft eerder aangegeven dat het standpunt een regeringsbesluit is. Echter geeft Doe in de brief aan dat het besluit genomen in de regeringsvergadering meer wordt ervaren als leiderschap op basis van macht dan op basis van gezag. Dit is niet de stijl van Doe en daarom is ze genoodzaakt afstand te nemen van de benadering. Voorzitter Breeveld benadrukt dat een burger die zoekt naar rechtszekerheid geen hinder mag ervaren in deze poging. De jarenlange onzekerheid rond de behandeling van de wet op het Constitutioneel Hof en de instelling van dit hof is een gemiste kans om de rechtszekerheid in ons land te garanderen. Doe wijst er ten overvloede op dat ze bij de consultatieronde met klem heeft geadviseerd om af te zien van het indienen van de gewijzigde amnestiewet. Intussen heeft minister Regilio Dotsen zich publiekelijk gedistanceerd van de zienswijze van de partij. Tegenover de ware tijd stelde bewindsman dat voorzitter Breeveld op eigen gezag de brief heeft verstuurd en dat de inhoud niet het standpunt is van de partij. Overigens weigerde Dotsen een reactie te geven aan onze nieuwsdienst. Hij reageerde met: "Ik heb geen statement te geven."